heb dat een tijdje gedaan voor een of ander stap lopen voor zo'n doelgoed doel. Ik heb soms ook dagelijks gewoon 30.000 stappen gezet op een dag. En ik doe de sportopleiding samen met hem. Dus dan bewegen we ook een hoop. En zo komen die stappen er wel, ja. Ik heb wel vrienden die zich daar wel mee bezig zijn, zeg maar. Mijn moeder heeft er wel een paar keer over gepraat dat ik meer stappen moet zetten als ik een beetje een dag binnen zit of zo. Een extra blokje omlopen om die 10.000 op de teller te zien, daar zijn veel mensen mee bezig. Maar waar komt dit getal eigenlijk vandaan? Die komt eigenlijk van van de allereerste stappenteller die is ontwikkeld. Ten tijde van de Olympische Spelen in Tokio, een hele tijd geleden. Als je dat letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dat vertaalt naar 10.000 stappenmeter. En dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Het goede daarvan is dat je een doel hebt om naartoe te streven. Hè? Want als je geen stappenteller en niet dit soort dingen hebt, dan denk je van, ik doe helemaal niks. Hè? En nu heb je een smartwatch, je weet dat je hem gekocht hebt en die norm is er. Dus je weet dat je moet bewegen per dag. Hè? Alleen 7.000 stappen, dat haal ik echt niet. 5.000-6.000, ik denk dat het wel redelijk is om als norm aan te houden. Maar 7.000 echt niet. Laat staan 10.000. Nou ja, ik denk wel dat de gemiddelde Nederlander meer mag bewegen dan dat hij doet. Of het de 10.000 moeten zijn, weet ik niet. Maar het is mooi om een doel te hebben. Of die 10.000 stappen nou echt nodig zijn, dat was ook de vraag van de onderzoekers. Ze hebben gegevens van 12 wereldwijde onderzoeken samengevoegd, wat informatie bevat van meer dan 100.000 mensen. En die informatie hebben ze opnieuw onder de loep genomen. Toen zagen we dus dat de optimale effecten van het zetten van stappen per dag, dat je die eigenlijk al bereikt voordat je die 10.000 stappen die we nu eigenlijk naleven, dat je die eigenlijk al daarvoor bereikt. We hebben binnen dit onderzoek eigenlijk alleen gekeken naar het risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. En wat we daarbij vonden was dat je ongeveer 7100 stappen moet zetten om het risico op hart- en vaatziekten optimaal te verminderen. Nou, als je verder kijkt naar vroegtijdig overlijden, moet je dus eigenlijk nog een stapje verder. Dan moet je ongeveer 8800 stappen per dag zetten. Maar dat is dus al minder dan de 10.000 stappen die we nu normaal gesproken naleven. De effecten van wandelen of het zetten van stappen, die zijn dus inderdaad breder dan de 10.000 stappen. Dus ik zou ook zeker willen zeggen, blijf gewoon zoveel mogelijk lopen. Kunt u uw stappenteller laten zien? Nou, ik moet zeggen dat de stappenteller op mijn telefoon niet altijd aanstaat. Maar naar aanleiding van dit onderzoek ben ik wel meer mijn stappen gaan controleren en gaan zetten. Als ik toch nog rond de 7.000 à 8.000 stappen zit, maak ik toch nog net even sneller dat blokje om toch die 8800 stappen te halen.